Goedemiddag luisteraars, 076 Radio. We zijn hier inderdaad live vanaf de Zilvermeeuw 2. Met inderdaad aan onze rechterzijde op dit moment de aandachtscentrale in Geertruidenberg. Waar we vanaf een uur of drie vanmiddag vertrokken zijn vanuit Drimmelen. Voor de bootcombi, zoals die zo mooi genoemd wordt door de Breda Loco's. En ik moet zeggen, de sfeer zit er goed in. Er worden redelijk wat drankjes gedronken hier. Dat zorgt er wel voor dat het erg gezellig is op dit moment. En we gaan natuurlijk live vanaf 076 Radio vanmiddag. 2 uur lang live verslag doen vanaf deze bootcombi hier van de Zevenmeel. Bij mij staat Leon Dekkers van de Breda Loco's. Leon, goedemiddag. Hoeveel vrijwilligers bij de Breda Loco's zijn hiermee bezig geweest? Nou ja, de Breda Loco's bestaan uit acht bestuursleden. En daarnaast hebben we nog een vijftal fanatieke vrijwilligers die ons assisteren met het begeleiden van de bussen. Want dat is het ook. Hè. We varen niet alleen op een boot. We gaan ook met de bus van Breda naar Lagerzwaarder, waar we opgestapt zijn. En ook straks komen we aan in Waalwijk. En daar stappen we ook weer op 6 bussen die we volgens mij naar het stadion gaan. Die moeten allemaal verband worden met vrijwilligers die alles onder controle houden. Dat mensen alle bekledingen schoon houden. Dat er niet de ruiten niet hard op worden geslagen. En whatever. Alles wat erbij komt kijken bij een zatte meute mensen. Eerlijk gezegd. Dat hebben we moment onder onze hoede. Goedemiddag, het is druk hier hoor. Druk, gezellig, warm. Ja, we staan inmiddels binnen, net stonden natuurlijk met Leon aan de buitenkant achter. We zijn inmiddels naar binnen verplaatst. We staan op het bovenste dek met de muziek. Daar is het wat meer afgewisseld zoals Sander zojuist al zei. Beneden is het wat meer stampen. Hierboven wisselt het wat meer af. We hebben Swedish House Mafia gehoord. We hebben John West hebben gehoord. Nou, en zo wisselt het een beetje af. Het is gezellig en bij mij staan twee heren die volgens mij net voorzien zijn, Dave en Bruno. Hoeveelste is dit? Geen idee. Geen idee, maar het gaat lekker. Ja, zeker. Ja. Stuk of 5, 6, hooguit. En heb jij bewust voor dit dek gekozen of maakt het niet zoveel uit waar je staat? Ja, ik sta nu even het zuidertje op het stripdek. Noem je het een stripdek, ja? Maar beneden in het stuiterhok is het ook leuk. Kijk, je zijn 3 uur onderweg, dus we kunnen overal een kijkje nemen. Ja. Zijn jullie met z'n tweeën vandaag? Ja, we hebben een vriendin van ons erbij, die is even naar de wc. Het is wel lastig, want wij hebben overal van die pisbakken staan, maar zij moet echt in de rij staan voor de wc. Dus zij is dat vaker weg. Maar die pisbakken buiten zijn ook niet ideaal in de kou, of wel? Nee, maar je weet al wat er voor een pisbak staat op open zee. Dus ik weet wel iets hebben. Ja. En wat maakt zo'n dag dan voor jou speciaal? Nou, je staat gewoon op een werkdag op een boot onderweg naar een uitwedstrijd van NAC. Dat is echt, het is bijna gewoon surrealistisch te noemen. Dat heeft gewoon wel wat. Oké, dus een mooie inleiding voor het weekend. Het is een perfecte inleiding voor het weekend. Ja, want we staan, je hoort het misschien wel, het gaat helemaal los hier op de boot. We staan, het is een beetje gek uit. Ik pak even iemand beter, die neem ik even wat meer bij het geluid vandaan. En dan gaan we even kijken. Eerst nog even een stukje muziek natuurlijk. Even dat je weet hoe het er hier ongeveer aan toe gaat. En voor het verdere verhaal, wie heb ik bij me? Patrick Hofstraking. Goedenavond Patrick, jij hebt het wel in je zin volgens mij. Ja, absoluut. Leuk dat er een zender uit Breda hier op deze boot staat. Dat is toch een unieke vriend? Dat is waar. Vinden wij ook erg leuk. Maar we hebben het natuurlijk voornamelijk over jullie vanavond. Want hoe bevalt het tot nu toe, het feest? Ja. NAC en een boot. Wij doen nu al misschien wel 4, 5 jaar niet. Dat is überhaupt op deze manier een uitwedstrijd wordt gevierd. Ja, NAC blijft een unieke club, denk ik. Wat dat betreft. Ik kan me zo niet bedenken of er nog meer mensen clubs zijn die dit doen, maar wat de sfeer, hoe is het? Ja, super, echt. Dat is gewoon van iedereen, ja, zeker de oude garde, dus daar één keer in de 4, 5 jaar. Dan gaan we gezellig een uitwedstrijd kijken en toevallig tegen FC. Ja. Maar het is ook wel gewoon 3 punten een beetje binnen pakken, want anders zou het een zwaar receptje zijn dat we zonder punten terugkomen uit Huawei. Op papier ziet het er natuurlijk goed uit. De eerste wedstrijd was wat minder, 1-0 verloren, die vriendschappelijke wedstrijd in Breda. Wat denk jij van vanavond? Ja, maar dat was gewoon vriendschappelijk. En dat zegt gewoon niks, helemaal niks. Dus ik ga er vanuit dat we vanavond gewoon winnen. Dan gaan we gewoon met de bus terug en dan gaan we weer een feest vieren. Hè? Ja, waar is het feestje dan te winnen vanavond? Ik verwacht in de binnenstad. Iets specifieker voor de thuisblijvers die dan nog even snel de stad in willen hoppen.
Ja, ik zit bij de kids. Dat is duidelijk. Waar zit jij dan? Ja, dat zie ik vanavond. Ik laat me leiden waar het gezellig is. Voorlopig is het nog gezellig op de boot. Sta je de hele tijd op het middendek of ben je ook beneden geweest? Ja, ik ben wat ouder dan benedendek. Want daar is alleen maar house en ik moet eerlijk zeggen, dat is mijn muziek niet meer, hoor. Nee, even alle adrenaline eruit dan. Nee, maar als je 45 bent, dan ja. Wat kies je? Ja, echt ja. We zijn bijna aan het einde van de combi. We liggen op dit moment in de sluis. En jouw ervaringen? Ja, ik sta weer verbaasd hoe we dit weer allemaal voor elkaar krijgen. Wat ik zei, we hebben drie dekken met feestjes. Het bovendek, dus er komen nou nog steeds mensen vandaan die lekker een pakje staan te roken. Het één aan bovendek waar alle diverse muziek staan, waar nou één grote polonaise aan de gang is. Dat is echt niet normaal. Ik heb net doorheen gelopen. Dat duurde me echt een kwartier om van de ene kant naar de andere kant te komen. En beneden, ja, dat is gewoon één grote stamppartij. Er zijn filmpjes in de omloop dat je denkt van ja, daar had ik bij moeten zijn gewoon. Dat is fantastisch. Ja, het is helaas nader in het einde van deze editie van de bootcombi. En dan komen we zo meteen bij een editie vanavond. Dat we, ja, de hinderlijke onderbreking van een mooi feestje noemen we dat altijd. En dat heet dan de wedstrijd. Ja, dan moeten we daar maar op afgaan. Dat nemen we maar zoals het is. Maar we kunnen terugkijken op een fantastische editie van de bootcombi. Komt deze in de top 3 van de bootcombi? Ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel. Ik zie heel veel nieuwe generatie, nieuwe jeugd. Hè, jeugd die de eerdere edities niet hebben meegemaakt hebben. En dit is heel besmettelijk, hoor. Die jongens willen het absolute vervolg gaan geven. Oké, ik denk dat we zometeen dat jij maar de voorgang moet geven om trek even nog het nachtlied in te zetten hier op het dek. En gezien aan het feit dat je daar straks met één biertje voor me stond en er nu al twee in je hand hebt, gaat het vast en zeker goed komen. In ieder geval namens 076 Radio bedankt nogmaals dat we hier aanwezig mochten zijn. Ik hoop dat de luisteraars met veel plezier hebben geluisterd vanmiddag naar het 2 uur durend verslag hier onderweg naar Waalwijk. En ik zou zeggen, voor jou het laatste woord, Leon. Ja jongens, we gaan er een mooi avondje van maken en die tweede periode titel die gaat voor ons zijn. Dus we zijn onderweg naar hele mooie dingen en laten we hopen dat we nog veel van dit soort feestjes kunnen houden. Oké, namens Leon Dekkers, namens Luc Vaan en mijzelf Sander Waasdorp, hartelijk dank voor het luisteren naar de uitzending vanaf de boot. Wij gaan zo ons schepen en onderweg naar de wedstrijd vanavond live verslag nogmaals van RKC NAC om 19:15 op 076radio.nl. En nogmaals, tot de volgende keer. En Jan bedankt, CA Sound Service, voor de technische ondersteuning. Ja, Sander, wij sluiten af met Purple Moor Jazz Band en de Paarse Heide.